Ik vind het heel erg leuk dat het nu gelukt is om dit te regelen. Want we hebben er al jaren over gedacht. Elke keer als ik door die passage loop, denk ik, ja, geweldig, al die onderzoekers die we hebben en die onderwijsmensen. Maar de mensen uit de zorg, de verpleegkundigen, zijn ja, eigenlijk ja, ook heel belangrijk en ja, verdienen een soort eregalerij. Ja, ik zei het net al toen dit werd onthuld. Mijn foto staat erop, maar ik sta daar niet voor mezelf. Ik sta daar om als voorzitter VAR de verpleegkundige beroepsgroep te representeren. En daar de stem van te zijn, wat ik de afgelopen 4 jaar heb geprobeerd te doen. Dus om eerlijk te zijn voelt het nog een beetje onwennig om te zien dat mijn gezicht hier nou zo groot hangt. Maar waar ik voor sta, daar ben ik wel echt heel trots op. Ja, dat is wel grappig. Dat is eigenlijk door een arts genoemd, professor Casper van Eyck. Die noemde dat op een gegeven moment in een tv-uitzending. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dus ik heb hem ook verteld dat we zijn quote hebben gebruikt. En we waren het allebei ja, eigenlijk ook heel erg eens met die quote. Dus vandaar dat hij hier mocht komen. Ja. En het is altijd best lastig, hè, om een goede quote te bedenken. Want je wil ook niet iets sufs doen en je wil ook niet iets kopiëren wat al bestaat. Dus ja, het was heel fijn dat Casper daar het voorzetje voor heeft gegeven. Er is nog plek genoeg. Dus wij hebben zelf al ideeën van hoe we collega's hier kunnen presenteren. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als hier meer portretten bij komen. Dus we blijven daarover nadenken. En er is genoeg om trots op te mogen zijn. Ja, zeker. Ja. Ja.